Ik kreeg twee leuke vragen in de comments. Eén was, hoe ziet de sluis er eigenlijk van bovenuit? Nou, dat kan ik je laten zien, want ik bevind mij op dit moment op de sluis. De vissen komen vanuit die richting, dat is de Vecht, en ze zwemmen door de sluis heen. Komen vervolgens hier voor de dichte deuren te liggen die op dit moment natuurlijk openstaan. En nu zijn we op de mooiste plek van de sluis, de plek waar de visdeurbel zich bevindt. Kijk, even met mij mee. Precies in het midden zie je die beugels het water inlopen, dat is de geleidingrail van de camera. Daaronder bevindt zich de visdeurbel. Deze zware houten deuren worden dus geopend met de hand. Aan beide zijden van de sluis bevinden zich deze grote wielen waaraan gedraaid wordt. En dan kunnen de poorten geopend worden. Zodra de deuren open gaan, zoals nu het geval is, kunnen de vissen hun weg vervolgen. Zo dwars door Utrecht heen. De tweede vraag die je kreeg is, kunnen we hier nog een vispassage bouwen? We zitten hier midden in het historisch centrum van Utrecht. En zoals ik je net heb laten zien, er is niet heel veel ruimte hier. Dus de kans dat hier een vispassage komt, is niet heel groot. Maar we zijn wel op zoek naar alternatieven. Omleiding om de sluis heen.